Yo mensen, Jaraski hier, welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Let's Play hier op mijn kanaal Rassi Plays. We gaan weer beginnen en vandaag hebben we voor jullie een nieuwe game, namelijk Assassin's Creed Origins. Ik heb de game al veel eerder dan dit kunnen spelen. Zo ben ik in LA geweest om te spelen, zo ben ik in Londen geweest om te spelen, zo ben ik in Duitsland geweest om te spelen. Ik ben eigenlijk al overal geweest om eventjes te kijken of deze game vet is. En ik kan je zeggen, het is een hele lange game. Het is een hele vette game. En wij gaan hem ook helemaal uitspelen op dit kanaal. Er zal elke dag om 3 uur 's middags, oftewel 1500 uur een aflevering online komen. Dus je kan elke dag ook gewoon weer lekker intunen om te kijken. En we gaan gewoon de gehele, maar ook echt gewoon de gehele game uitspelen. Zoals jullie weten is natuurlijk Monster Energy ook een sponsor van deze game. Wat inhoudt dat als jij de speciale Assassin's Creed blikjes hebt van Monster, dat je nog eens bepaalde wapens, bepaalde extra's kan vrijspelen met de code op dat blikje. Dus ga deze game dan zelf ook spelen en je hebt een Monster Energy blikje thuis staan, gooi hem dan niet weg. Maar voer eerst even de code online in, zodat je gewoon lekker een gratis itemtje kan krijgen. Maar we gaan een hele game uitspelen. We gaan gewoon meteen beginnen. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Als jullie er zin in hebben, ram dat succeskaart op like op. En dan gaan we beginnen. Dan gaan we echt gewoon beginnen. Ik klik op spelen. Nieuw spel. We spelen gewoon op normaal. Want moeilijk is net te moeilijk. En makkelijk is net te makkelijk natuurlijk. Dus vandaar. En dan gaan we. Kom maar op. Ik ben echt rete benieuwd, man. Woe! Het is natuurlijk van de Assassin's Creed serie. Dus als je de andere Assassin's Creed nou nog nooit hebt gezien, die heb ik ook bijna allemaal uitgespeeld op dit kanaal. Dus die kan je natuurlijk altijd nog voor jezelf checken. Maar deze Assassin's Creed speelt wel echt totaal anders. Er zitten ook heel veel RPG elementen in. Wat inhoudt dat je dus wapens moet gaan craften. Wapens beter moet gaan maken. En op die manier eigenlijk de hele game moet gaan uitspelen. Skillpunten moet je gaan halen. En hoe ver je in de game komt, hoe beter jij wordt, maar natuurlijk ook hoe beter de vijanden worden. Dus daar moet je natuurlijk ook rekening mee houden. Ubisoft presenteert. Ta-ta-ta-tam. Oase van Siba, 49 voor Christus. Zo, de knetter, ouwe. Ik vind het nu al vet. Ik vind het nu al vet. Ik hou mijn mond wel. Die olifanten zijn zo dope, hè. Kijk gewoon die beelden aan de linker en rechterkant. Niet normaal, gek. Dat is de farao. We zijn nu een jaar later. Je zag eventjes een terugblik. Ik denk dat die twee elkaar niet echt mogen. Ik dacht dat Mijs was supposed to protect the Pharaoh. I am Mijs to no Pharaoh. You see this? I can read my own name, Nick. We will find you. We will find you in your sleep. So sleep. I never sleep. I just wait in the shadows and I will kill you all. Everyone who sniffed the air that day in Siwa. Holy shit!
Die was best wel hard, ja. Best wel heel hard, als ik eerlijk mag zeggen. Zo, de knetter, hé. Dat is een lijfwacht. Ze zijn echt geared up, jongen. Dat is niet normaal, man. Oh, we moeten vechten. Your master and left me for dead. That was a mistake. Your master was a murderer. I am his sworn bodyguard. It is a question of honor. I am the Magi of Siwa. Then you are a worthy opponent. Kom maar, jongen. Zullen we hem eens even aanpakken, man? Oh! Zo, je moet heel erg goed wegdodgen, want als die gast je raakt, dan ben je ook hard te lul. Dus daar gaat deze game wel veel om draaien. Uh-oh, wat doet hij nou? Yo! Maat, die vent is helemaal gek, joh! Uh-oh. Uh-oh. Hij deed de grond. Zo! Hij is door die grond heen geramd, hé. Maar hij leeft nog wel, dus we hebben nog wel een probleem. Sta alsjeblieft op. Je zwaard, je mist je zwaard. A broken weapon won't save you. This place will serve as doomed, one of us. Let it be you. Jammer hè dat hij raak was. You are not the one I sworn to kill. Question of honor. It is a fight to the death. So be it. Je hebt een zware en lichte aanval. Dus daar moet je natuurlijk ook rekening mee houden. Lichte aanval doet natuurlijk minder damage dan een zware aanval, maar die kan je wel weer sneller aanvallen. En een zware aanval gaat weer minder snel. Maar die doet natuurlijk wel meer. Oh, die was scheef, jongen. Dat was mijn fout. Jeez! Vriend, die was raak. Ja, dat had ik ook door. En als je schild wil breken, dan moet je wel een zware aanval doen. Want anders kan je nooit door zijn schild heen komen. Maar hij is wel bijna neer. Kom met me, bro. Jeez, wat? Wow, wat een gekke man, ouwe. Wat gaat hij nou doen? Ik moet een zware aanval doen, anders kom ik niet door zijn schild heen. Oh, speciale kracht, kom maar. Val me nu maar aan. Oh, nee, die deed pijn. Die deed pijn. We kunnen hem meenemen als we willen. Maar weet je, we leggen hem wel eventjes in de hoek, ja? We leggen hem wel even in de hoek, zo. Kijk, hier. Zo. Alsjeblieft. Hoppatee. Ligt tenminste niet in het midden. No way out. We kunnen hier niet naar buiten. We hebben wel zijn wapen gekregen. Dus als wij naar de uitrusting gaan, dan hebben wij bij ons melee wapen, hebben we nu, als het goed is, kijk eens aan, de strijdknots waar die ons mee aanviel, hebben wij al staan. Dat is natuurlijk wel een zwaar wapen. Ik hou zelf gewoon van ja, wapens die wat sneller aanvallen. Want een zwaar wapen is natuurlijk zwaar, dus daar kan je minder snel mee aanvallen. Dus ik pak gewoon meteen even deze. Dit is een legendarisch sikkelzwaard. Dus we gaan gewoon meteen die gebruiken, joh. Maar we kunnen hier niet naar buiten. Dus hoe moeten we hier uitzien te komen? Dat is ook een goede vraag. Is alles dicht? No footholds here. Nee. I need to find a way into another room. We gebruiken onze Anumis Pulse. Dan kunnen we, als het goed is, wel een weg zien te vinden. Oh, hier. Oeh. Found it. Dus die Anumis Pulse is sowieso veel nodig. Want daardoor kan je dus uitgangen vinden, kan je bepaalde routes vinden, kan je sporen vinden. Dat zal je wel echt nodig gaan hebben. Maar we hebben de uitgang gevonden. Zo, dit staat op instorten, jongen. Wajo, wajo, wajo.
Het is me toch wel even vet hoor. This must have been built centuries upon centuries ago. Oei, hier ligt wat. Hoppatee, 5 coins hero. Gewoon eventjes uit deze tempel gehaald. Waarom niet? Er zit daar rechts ook nog iets, zie je dat? Ik weet niet of we hier iets kunnen, maar... Uh-oh. Waarom moest ik hier naartoe lopen? The riches of the ancients. Wow! Je bent gewoon meteen miljonair, joh, als je hier bent. Zo, hé. En dan ligt hier... Kunnen we nou echt gewoon dingen meenemen? Ik plunder gewoon de schatkamer. Dankjewel. En dan zijn we meteen ook hierboven weer. Ho! Partij. Zo. Zo doen we dat. Nu zijn we meteen boven. Dus het komt dus even mooi uit. Up there. Light. Maar hoe komen we daar? That's the question, my friend. We moeten daar boven zien te komen. Kijk eens aan. Maar dat kunnen we ook. Zo, we zijn er. This wall. Hoppatee. Oeh, ze zijn er. We moeten ze denk ik even helpen. Als ik eerlijk ben. Want dat... Of course. Kom maar aan, jongens. We moeten hem even zien te helpen. Want daar worden 4 man aangevallen. Dat is nou ook niet echt aardig, hè, jongens. Wojojojo. Maat, die was raak. Maar deze was ook raak. Kijk, die is ook neer. Nu de laatste 2 nog. You are supposed to be dead. And you will be. We'll make sure of that. Op de nog eten gaan. Ik kom je helpen, bro. Zo! Alsjeblieft, bro. Ja, die zijn wel dood, ja. I see you have made new friends. They were setting up an ambush. It's a good thing I came to welcome you, huh? It's been months. Look at that beard, huh? It's been nearly a year, my friend. Feels good to get out and fight. I am out of practice. In Siwa, everyone differs to the soldiers on pain of death. Or worse. I've killed one of the masked ones. The Heron. Four more. Come. It has been a long road. You need rest? No. No rest. Not until all the masked ones' guts lie baking in the sand. God, I have missed you. Hij wil dus al die gemaskerden vermoorden. Where is your mouth? Nou ja, jij hebt een kameel. Ik weet niet wat ik heb. En hij heeft er dus nu 1 vermoord. En we hebben ook een kameel! Nice! Let us go, Sunny. How have you been holding up since I left? It has been difficult, Bayek. Without you, the villagers look to me to keep order. But the soldiers have set up a garrison and they rule over all. A garrison in Siwa? Ptolemy wants the entire region kept on the hill. I do my best to keep the villagers out of trouble. I could use your help. I'll do what I can. But do not forget, I have my own justice to pursue. I knew I could count on you, Sunny. Het ziet er wel echt schitterend uit, joh. Kijk die schaduwen ook dan. What happened here? The garrison soldiers are brutal. If they suspect the villager is lying to them, they burn his neighborhood. And worse.
Oh, daar hangt ook iemand. Welcome home, Bayek. Siwa has missed you. Zo. Die map is zo ongelooflijk groot, hè? Hallo. Aan de kant, meneer. All you have, your farms, your goods, your children. The villages are drained of life. No one in the Wyhat can make a move without being questioned, threatened, taxed or beaten. We all have learned to obey and keep our heads down. You see how it is. Let's not attract attention. Right decision, Gere. Uh-oh. Ze deden niks in ieder geval. You want to go to your house? Nothing there for me. Tell me about the Ibis. Met Dunamun. Is he here? He is the plague on the oasis. As you can see, the soldiers have become more brutal since he arrived. Before they got drunk and fought with the villagers. Now that Medunamun is here, they are disciplined and vicious. All the more reason to kill him. Do not take him lightly. He is lean and sinewy, but very powerful. Behold what becomes of those who disobey Medunamun. Is that Bayek? Uh-oh, word erkend. Thank Amunre. Bayek has returned from the Oasis. Zo. Ah, home. Leave your mount. You will not stray far. Go ahead on in. In ieder geval, het hele dorp, dat is dus in controle van, hoe je het noemen, de koning, de man aan de macht. Alleen, die ondervraagt dus iedereen, die vermoordt mensen die geen antwoord geven, weet ik wat allemaal. Dus hij is niet aardig. I must prepare for this man. Hepzibah! Hepzibah! Once again, the soldiers! Bayek! Rabia! My Rabia! I am worried about you. Ah, you know me, eh? You should be worried. Ah. Look at you! Cuts! Contusions? I'm fine. Sit! 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 I'll take care of it. You haven't changed. And I've always patched you two up, made excuses to your parents. Times have changed, but you, I can count on. Hij zit helemaal onder de littekens, joh. Ik ben wel benieuwd hoe hij eruit ziet zonder al dat bloed. Als hij even zijn baardje mooi scheert zo. Uitstekend. Slumbering Osiris. I thought you would never wake up. Ah, Rabia patched me up and I just... I let you sleep. You need to be alert to tangle with Medunamun. In fact, my friend. A new bow. See if you like it. Okay, thanks for the boog, bro. Best dankjewel. Hit is right in the head. Die is kapot. More arrows in the rack over there. Yo, thanks. One of the dummies is sturdier than the other. Moet ze sowieso in het hoofd raken, want dan doen we natuurlijk veel meer damage. Alleen als ze heel veel hoger level zijn, dan zijn ze niet in één keer neer. What is it? Soldiers are coming for you. Go. Uh-oh. Come, quickly. Exultant, no one gets out of the house alive. Hepzibah! We're just here to talk. No, ik heb een boog. Been killed. Your friend, the Magi, may have been involved. Come out, if you wish to clear his name.
Prepare an ambush. Nick! They will find my letters and burn down my place. I will be executed. Don't worry. I will take care of this. Watch out! Uh-oh. What's that? Who's there? Niemand heeft me gezien. We pakken hem zodra hij dichterbij is. Wachten. Wachten. Hoppaté. Jammer vriend, dat is één. Die is ook neer. Nee, ik weet het, maar ja. We moeten even zijn lichaampje meenemen. Kom eens hier. Even meekomen jij. Zo. Moet een beetje in de bosjes blijven, want dan zien ze ons natuurlijk niet. Kijk, hier staat er ook maar één, hè? Ja. Kom dan. Komt hij aan, komt hij aan, komt hij aan, komt hij aan. Nu! Dat is nummer 3. Dank u wel. Neem wel even je spulletjes mee als je het niet erg vindt. Nou, jij bent niet zo moeilijk. Je staat letterlijk in het gras, vriend. Dus dankjewel. En hij is meteen verstopt. En er zijn er als het goed is nog 2. Dus hebben we nu 4 gepakt. Dus dan nemen we hem nog mee. En dan moeten we het huis in, want die laatste staat in het huis. Dat is nummer 5. Kijk, daar is hij. Ik weet niet. Hij hoort me niet. Serieus. Oh, bro. Alsjeblieft, jongen. Hoppatee. Klaar is Kees. Yo, man. That does it. Thank you, Bayek. I told you these naked idiots do not care. I cannot believe their goal. It is sad. Come upstairs. I will show you all the Magi duties of Siwa. Cool, man. Dus als je in het gras zit, dan zien ze je natuurlijk gewoon niet. Als ze heel dichtbij komen, zien ze je uiteindelijk wel. Maar als ze heel dichtbij komen, dan schuiken ze gewoon in één keer. All the bam, problems of Siwa uit. I hear. I tried to help everyone, but it is more than I can do. So you are telling me you do not have the powers of a god? But the real problem is that man you want to kill. Majunimon. The people were hopeful when he first arrived. Surely things would improve. We soon learned the truth, actually. I fear for the safety of your family, priest. I will move them to a more secure area. That is the man you're up against. I will find him and kill him. Majunimon is a lot more powerful than he looks. And he is surrounded by the finest soldiers. I do not care. You'll be killed. You need to get tougher if you want to murder that spindly shit. For sure, you'll need better armor. I can make that myself. Weapons are more difficult. The soldiers took everything in the village. I will talk to the blacksmith. Yes, Benipe can certainly make something for you. Or Senu can help you find what you need. Senu? Senu is alive. Look who is coming. Hallo. Senu, old girl. In fine form. Rabia has nursed her to health. I must thank her. The people are desperate for your help, Bayek. They'll help you if you help them. I understand. Oh, hij geeft een kusje. Nice! Onze vogel die leeft ook gewoon nog, joh. Super chill. En we zijn level up. Niveau 2. I need to hunt for leather. Bayek, I need some help with the requests on my table if you have any time. Oké, okay, ik kan je op zich wel helpen hoor. Geen probleem.
familiereunie. Een man genaamd Terimun wordt samen met anderen gevangen gehouden vanwege een illegale demonstratie. Terimun. Ik accepteer alles wel, man. Not like him to give up. Ik kom je later helpen, ja bro? I know that cave. We moeten heel eventjes zorgen dat ons armor wordt geüpgraded, maar daarvoor hebben wij zacht leer nodig. Dus waar gaan wij zacht leer zien te vinden? That's the question, my friend. Kunnen we niet even omhoog gewoon? Gaan vliegen ze omhoog? Is dat zacht? Wat is dit? Dat is een transport. Daar zit 10 ijzer in. Daar hebben wij nog niet heel veel aan. Er staat hier wel een torentje. Weet je wat? We klimmen even die toren in. Dan kunnen we even het gebied synchroniseren. Dat is wel handig. Let's go upstairs, man. Maar we moeten dus zorgen dat we onze borstplaat kunnen gaan upgraden. En om onze borstplaat te gaan upgraden, hebben wij natuurlijk... hebben wij natuurlijk wel zacht leer nodig. Dus vandaar. Maar waar gaan wij zacht leer vinden? Daar zit ijzer in, hè? Is dat dezelfde? Ja, die heeft ijzer. Oké. Okay. Als je heel hoog vliegt, als het goed is, dan kan je op een gegeven moment kan je de... De items zeg maar op de map zien. Dan moet je wel echt super hoog vliegen. En op een gegeven moment... Kijk, daar zit ook alweer wat. Dan kan je sowieso een heel overzicht krijgen op de map. Kijk dan, kijk, hoppatee. Kijk, nu zie je dus gewoon locaties van bijvoorbeeld, zoals je kan zien, zacht leer. Dus dat is dus als je heel, heel hoog vliegt, dan kan je dus alles zien. En daar zit dus ook zacht leer. En dan kan je... Oef, maat, even zonder graf. Kijk! Deze map, jongen. Maar wat is de dichtstbijzijnde locatie voor zacht leer? Eens even kijken. Aan het water zit best wel veel. Ik denk dat het de beste shot is om het aan het water hier te doen. Want dan lopen er ook meerdere rond. Het zijn natuurlijk gewoon beesten. Dus dan tracken we hem op die manier. En dan kunnen wij daar zo naartoe. En dan hebben we er 5 nodig. Dus we moeten wel wat beesten gaan pakken. Hoeveel? 600 meter is het. Alright. Gaan we weer naar beneden, bro. We stonden op een mooi hoog puntje. En nu is het tijd om naar beneden te gaan. Kameeltje inroepen. Kameeltje. Ik hoor je. Ja, daar ben je. Je hoort er gewoon aankomen, joh, die gast. Die kameel. Alright, let's go, man. Leer halen. Als ons borstplaat geüpgraded natuurlijk is, dan zijn we meteen alweer wat sterker. Maar ik moet wel eventjes de beste route zien te vinden hier. Zo. Stop right there. Oh, daar mag ik niet naartoe. Sorry. Daar gaan we maar niet in. We lopen wel om, denk ik. Ik mag daar niet komen, dus vandaar. Dus ik loop maar lekker om. Lekker bezig, kameeltje. Het deed wel pijn aan zijn voetjes, maar ja. Hey, het doet wel meer pijn natuurlijk. Ik kan ook gewoon goed slaan op je kameel, zoals je kan zien. Dus dat is wel fijn. Wajo. Oh, kijk uit. Kijk, hier loopt er ook al. Hier loopt ook al een beestje, joh. Niet meer aanvallen, alsjeblieft. Ik ben aardig, bro. Hij komt achter me aan, jongen. hij denkt ook, hey, kameeltje. Wacht, heb jij niet ook gewoon die zacht leer? Ik weet niet wat zij hebben. Zullen we gewoon eentje pakken? Dat zijn hyena's. Ik wil jou eigenlijk hebben, vriend. Oh, hij rent weg. Moet wel uitkijken voor de andere beesten die er natuurlijk rondlopen. Daar loopt hij. Blijf staan. Dankjewel. Ik weet niet of hij het juiste materiaal heeft, hoor. Ja, thanks. Oké, dat is 1.
We hebben er nog 4 nodig. Hij loopt weg. Die heeft er geen zin meer in. Hij liep helemaal in zijn eentje, joh. Even kijken of er nog meer zitten. Er moeten er hier wel meer zitten. Als er eentje loopt, dan lopen er natuurlijk automatisch wel meer rond. Vogeltjes daar, oh. Kameel! Komt hij weer aan, hoor. Oh, er staat er nog een, joh. Ik klim er natuurlijk op al die stenen. Sorry, vriend. Ik heb het nodig. Het spijt me, oké. Dankjewel. Dat is nummer 2. Even kijken met mijn vogel. Of ik... Oh, wat zijn dat? Ja, vriend. Jullie kan ik ook pakken. Kom ik nu achter. Dan ga ik jullie gewoon pakken ook. Uh-oh, dat was het probleem. Dankjewel. Ja, oh, die heeft er 3, joh. Nice. Thanks to Neith, goddess of hunting. Die, kom eens hier. Even blijven staan. Die hebben meteen 3, joh. Die bokjes, die hebben er maar 1. Maar nu ben ik al compleet. Dus we kunnen hem meteen verbeteren. Even kijken, dan moeten we naar... onze uitrusting. En dan kan je hier, kan je dus je borstplaat kan je beter maken. Waardoor je extra gezondheid krijgt. Dus je houdt het kruisje ingedrukt. En boom, dan heb je hem geüpgrade. En zo kan je dus ook de rest gaan upgraden. Je ziet wat je ervoor nodig hebt. Hiervoor heb ik bijvoorbeeld 13 hout nodig. Voor mijn handschoenen heb ik 13, nou hetzelfde wat ik net had gepakt, nodig. Voor mijn boog heb ik ook een soort van hout nodig. Dus dan zie je eigenlijk wat voor materiaal je daarvoor nodig hebt. Dus ja, dat is super handig. Dus dan kan je steeds alles een beetje upgraden. En zo word je automatisch natuurlijk ook sterker. En krijg je veel betere armor. Dus dan doen we dat. Maar jongens, ik ga weer wel de allereerste aflevering afsluiten. En nu staan jullie met z'n vieren bij elkaar. Dat is een beetje te laat, jongens. Ja, ren maar weg. Ren maar weg, hè. Maar ik ga weer wel de allereerste aflevering afsluiten. Als je het dan leuk hebt gevonden, ram natuurlijk zo'n kaart op like op. Dat zou ik super doof vinden. Als je nou meer wil zien, we zijn natuurlijk morgen meteen weer terug met een gloednieuwe, splinternieuwe aflevering. Dus houd sowieso natuurlijk in de gaten op mijn kanaal. Vergeet niet te abonneren voor meer. En dan zeg ik bedankt voor het kijken. Bedankt natuurlijk voor de support. Awesome dat jullie erbij waren. En hopelijk ook weer, zoals altijd, tot de volgende keer. Bye bye.